en welkom bij een nieuwe video van mij, DBGamer. Ja! Vandaag gaan wij kijken naar mijn allereerste echt een beetje geëdite video. Dit was nog op de basisschool in groep 6. Dat is dus alweer 4 jaar geleden. Dus wij gaan daar nu even naar kijken. En ja, let's go! Oké. Hier zijn we dan. Deze video heet dus... we moesten hier zeg maar een opdracht was dat we een soort van filmpje hadden met een kat die aan het miauwen was. En die moesten we een soort van editen en daar moesten we een soort van iets bij vertellen ofzo. Dat het een wilde kat was of iets in die richting. Maar ja, we gaan gewoon wel even kijken. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Wacht even, wat is dit voor kutkwaliteit? Van mij, DB Bouwman. Niet gewoon Daan Bouwman, niet gewoon Daan B, nee. DB Bouwman, DB Bouwman. Nice naampik, lekker hoor. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Wat video ben ik aan het doen? Mij, DB Bouwman. Wij zijn hier vandaag bij een tijger. Hij is ontsnapt uit dierenpark Emmen. Hoor mij hier vol trots praten dan. Ik heb hier letterlijk volgens mij toen ik dit aan het inspreken was, heb ik hier echt 15 keer over gedaan. En het klonk alsnog gewoon totaal, ik was er nog niet eens tevreden mee. Oh, wat is dit kut zeg. Maar mensen, kijk uit. Hij kan agressief zijn. Ik ben hier vandaag met mijn team. Ik ben hier om uw verslag te brengen van de tijger. Het is gewoon een lieve kat. Weer. Wat zei ik daar? Hier. De tijger. Even kijken wat hij brult. Hij brult. Weer. Hij brult weer. We moeten een beetje op afstand blijven, want hij kan soms echt agressief uit de hoek komen, zoals ik al zei. Oh, hij komt op ons af. Hij komt op ons af. Oh mijn god. Even een stukje naar achteren. Mensen, voor als u dit beest ziet, hij is nu in de tuin, ik ben erbij. Maar voor als u dit... Ik ben erbij. Ja, man. Ja, maar het is ook gewoon van... Ik bedoel, niemand die ziet dit. Dus jij zit echt van... Je bent gewoon 10 jaar en je maakt lekker een filmpje. En weet je hoe leuk dat toen was? Dit was gewoon het leukste van het hele jaar waar je mee bezig was. Maar als je dan eens terugkijkt, zit je echt van... What the fuck deed ik hier? Ja. Mijn allereerste eigenlijk geëdite en ingesproken video is dit. Ik heb nog wel iets ouders van toen ik 8 was. Maar ik weet niet... Of ik dat nog kan terugvinden. Dat ga ik ook een keer proberen terug te halen. Maar dit is tot nu toe wat ik heb gevonden van de oudste video die ik echt heb geëdit. En heb ingesproken. Oh mijn god. Dit beest ziet. Twijfel niet. Bel de dierenambulance. Zei ik nou dierenambulance? Dan moet je toch gewoon dierenpark Emme bellen. Want hij komt toch uit Emme? What? What the f***? Ga niet zelf wat proberen. Bel gewoon dierenambulance en blijf in uw huis. Stilte. Hij was zich. Ja. Hij was zich nog steeds. Even rustig, mannen. Eventjes een andere positie nemen. Hij moet ons niet als een dreiging zien. Dat is wel waar bij je. Zo, jezus, komt ook nog weer. Kijk zien. Jezus, komt ook nog een idioot langs. Een idioot langs, ja. Yeah. Zo, ik ben benieuwd wat hij nu gaat doen. Wat doet hij? Eventjes wat dichterbij, mannen. Eventjes wat dichterbij. Grond. Alarm, mensen. Mensen, erachteraan. Erachteraan, kom op, snel. Iedereen, kom op. Blijven jullie? Oké. Hier even stilstaan. Blijven jullie van achter. Het einde. Shit. Nee. Ah! Mensen.
Hoor wat ik hier zeg. Hoor. Shit, shit. Nee. Ah! Nee. Ah! Mensen, bedankt voor het kijken. Dit was weer de... Veel te harde muziek. De video voor vandaag. En dat was het. Oké, iedereen, dit was de video. Ja, wil je nou dat ik nog een keer ga reageren op een oude video van mezelf, maar dan de allereerste video op mijn kanaal die ik ooit heb gemaakt met spraak erbij natuurlijk. Ja, laat dan zeker even een like achter op deze video. Als we de, 18 likes kunnen halen op deze video, maak ik die video. Ja, iedereen bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren. En druk ook zeker even op het belletje. Want dan mis je helemaal niks. Misschien wel mis je de volgende aflevering helemaal niet. En ja, dan zeg je nog maar één ding. En dat is... Later!